super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben hier samen met Blondie. Blondie en ik gaan vandaag een finale van Pion KLS competitie rijden. Ik heb haar al geknot en gepoetst. Alleen de voorplug wil ze niet echt meewerken. Dus ik denk dat ik ga wachten tot de trilplaat uit is. En dan ga ik het tussen de touwen zetten. En dan de voorplug doen, want het werkt niet. Ze heeft supplementjes alvast gehad. Dat ze een Slushly mix, dat ze extra goed kan werken. Supplementjes en zo zijn van Vitastel. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Vandaag doen we ook een takeover van het Instagram account van Horsen Country. Dus als je meer van ons of van andere Horsen Country leden wil zien, dan kan je naar hun Insta account gaan. Nou, Blondie gaat nog even verder trillen. En dan gaan we zo inladen. Hi! Mama is nog even bezig met hooinet ophangen. En dan denk ik dat het tijd is om te gaan. Het regent. Dus dit is best naar. Maar we gaan het voor elkaar krijgen. Kijk eens, moeders. Oh, toch niet. Of nee, toch niet. Maar ze gaat de pion weghalen. Dan doen we de gordels om. En dan is het time to go. Dat zijn wij zo cool. Heeft u er zin in? Altijd. Klinkt niet heel positief. Oh, het is wel zo. Let's go to... Ik hoop alleen dat je niet... Dat het niet afgezegd wordt met die regen. Dat de bakken onder water staan of zo. Ja, ik hoop het ook. Hi! We zijn inmiddels aangekomen. We zijn samen met Blondie. Gadverdamme. Dat is heel ver. Oh, wacht even, hij slaapt. We zijn even aan het wachten, want we waren wel iets te vroeg. Dan ga ik over 10 minuutjes opzadelen en dan gaan we losrijden buiten in de regen. Tess de juf, Daan is er. Yay! Dus nu is Tess weer enigszins... Nu is het compleet. Relaxed. Nee. Ja, als je niet komt, oh, ik zat zo even, ja. Als je niet komt, is alles oké. Okay. Dan gaat ze gewoon door. Maar als je wel komt, is het leven pas goed als je er bent. Als ze weet dat ik kom, dan komt het pas goed als je er bent. Tessie, om ook nog een beetje in te breken, heb je oortjes bij je? Ja, doe die straks zo vast in, ja? Ja. Oortjes. Kan ik wat voor je doen? Ik ben aangekomen in Heerjas dan. Tess is er helemaal klaar voor, die ziet er helemaal shiny uit. Blondie is er ook helemaal klaar voor. Het regent gelukkig iets minder hard dan net in de auto. Blondie weet ook dat ik koek in mijn zak heb als omkoopmiddel. Ik denk dat Tess lekker op kan. En dan lopen wij helemaal op schema. Astrid van Horses in Ens. Astrid, wat doe je hier? Ik ben hier vandaag om de combinaties te beoordelen op de harmonie. Dus ik let daarbij op takten, ik let daarbij op aspecten als takt, ontspanning, aanleuning en houding en zit van de ruiter. En waarom doe je dat? Omdat de Jong KNS-competitie staat in het teken van de harmonie waarmee gereden wordt. Ja, dus dat er eigenlijk op een vriendelijke manier wordt gereden en de paarden op een nette manier worden voorgesteld. En naast de normale jurering van hoe de proef gereden wordt, let ik met name op het losrijterrein, op de aspecten, op de technische aspecten van het rijden. En nog iets, je bent hoofdsponsor. Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb een aantal prijzen ter beschikking gesteld en Anton is van de organisatie, die zei, oh joh, je bent zo haar hoofdsponsor geworden hierdoor. Ik zei, nou ja, dat is hartstikke leuk. Dus wat stel ik ter beschikking? Uiteraard aquatraining, je kan een hoofdstel winnen en hele mooie producten van Cavalor. We gaan ons best doen vandaag, Astrid. Ik zeg, zet hem op. Yes. Succes. Dank je. Nee, dat snap ik. Dat hoort er eigenlijk wel, maar... Dat het niet te strak zit, hè? Nou, die gaan speeksel. Zo, helemaal goed. Spoortje. Ja, helemaal goed. Nou, het losrijden wordt ook een beetje in de gaten gehouden. Doe je best. Ja, oké. Okay. Dank u wel. A, X, C, binnenkomen in arbeidsstap. A, X,
kijken voor het rechterbeen. A afwenden. 5 meter wijken voor het rechterbeen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. C en M arbeidsstap. B. K van hand veranderen, stap verruimen. B. K van hand veranderen, stap verruimen. Tussen K en A arbeidsstap. B. K van hand veranderen, stap verruimen. Tussen K en A, arbeidsdrap. F, X, H, van hand veranderen, hals laten strekken. Tussen K en A, arbeidsdrap. F, X, H, van hand veranderen, hals laten strekken. Hand veranderen, hals laten strekken. Tussen H, C en M, teugels op maat maken. Tussen H, C, M, tussen A en K arbeidsgalop rechts. Tussen A en K arbeidsgalop rechts. 1, 2, 1, grote vondst. 1, 2, 1, grote volte. Tussen B en E galop verruimen. Tussen B en E galop enkele passen verruimen. Arbeidsdrap. Tussen H en C. Arbeidsdrap. B, E. Door een S van hand veranderen. B, E. Door een S van hand veranderen. Tussen K en A. Arbeidsgalop links. Tussen K en A. Arbeidsgalop links. Tussen K en A. Arbeidsgalop links. B, E, B. Grote op de grote tussen E en B. Galop. Enkele sprongen verruimen. Op de grote tussen E en B. Enkele sprongen verruimen. En H arbeidsdrap. E, X, half volte halve baan, daarna arbeidsstap. E, X, half volte halve baan, daarna arbeidsstap. Tussen X en G, half houden en goed. Tussen X en G, half houden en goed. De hele proef door, alles, weet je? Ja. Heb je toch weer wat om aan te oefenen? Ja, dat zeker. Als alles goed zou gaan, dan... Huh? Oh ja, ja, ik weet het alweer. Wat vond jij ervan? Ik weet het alweer. Kan natuurlijk beter, maar voor deze keer ben ik hartstikke trots. Voor deze keer was jij hartstikke trots. Je hebt hartstikke goed gereden. Kijk, ik heb Blondie alweer omgekocht. Ik ga naar de bak toe, kijken of mijn punten al zijn. Ik denk niet, maar we kunnen altijd kijken. Wat niet geschoten is altijd mis. Oh, ik ging richting de camera. Heel slecht. Maar omdat ik niet in de prijs ben gevallen, dacht ik, ik gun mezelf een prijs. Met de Starbucks. Ik heb met jury C 210 punten. Dus dat is echt super netjes. 3 winstpunten. De andere jury die was het wat minder mee eens. Die had geen zin in mij of zo. Had ik 184,5 punt. Dus helemaal top. Ga nu naar huis en huilen in een hoekje.